Ja, de kruisman. Oké. Ja, is klaar hoor. Ik spreek in de naam van Jezus genezen. Ik kan het herstel, pijn, verdwijn, pot gaan eruit. Het is helemaal normaal. In Jezus naam. Nu. Ik zal een klein beetje bewegen. Anders? Is het anders? Ja. Ja? Voel je nog wat? Nou, eigenlijk ja, natuurlijk wel, want dat is voor de operatie een beetje, eigenlijk. Als je nou van 0 tot 10 moet zeggen, hoeveel pijn heb je nog? 10 is heel erg, 0 is niks. Nou, zou je zeggen 6, 7. 7, ja. Oké. Okay. Ja. Genees nu deze tijd. Wow, dat voelt raar. Wat voel je? Zo kribbel zo. Dat is, zeg maar, een manifestatie dat God bezig is. Dat kan ik niet. Oké. Okay. Ja, dat geloof ik. Is beter? Ja. Is helemaal weg? Hoeveel ja, is het nu? Eigenlijk wel, ja, verminderd. Oké. Okay. Mag je er al op lopen of nog niet? Sorry? Mag je al op lopen van de dokter of nog niet? Ja. Je mag wel? Mag wel lopen. Dus je hebt kruk alleen een beetje steun. Ja. Maar je mag staan. Ja. Ja, kom staan. Misschien is het beter. Je liep net heel anders. Ja. Ja. Is het helemaal weg? Ja, niet helemaal, maar. 100% genezen in Jezus' naam. Nu. Ja, 100%. Wat gebeurt er? Ja, voor raar. Ja. Ja, dat zien we heel vaak. Dat is God die raakt je dan aan. Oké. Okay. Want ik doe het niet, God geneest je. Oké. Okay. Probeer eens te lopen, een stukje. Zo. Ja. Ja. Hoe is dat? Ja, beter. Wow. Het is beter dan een pilletje. Ja, dat denk ik. Ja, toch? Wow, dat is wel bijzonder. Ja, hij is helemaal genezen hoor. Ja. Niet voor eventjes, maar helemaal. Oké, cool. Wat doen jullie dan? Dat is wat Jezus deed toen hij kanker op aarde rondliep. En wij lezen in de Bijbel dat Jezus zegt tegen ons van, en jullie zullen hetzelfde doen als ik, en meer dan dat. Okay. En als dat er staat, willen wij het ook zien. Okay, ja. Ik wil niet alleen maar saai een beetje luisteren, ik wil het ook zien dat het gebeurt. En daarom doen we dit. Okay. Ik ben fysiotherapeut, dus ik weet heel veel van wat er allemaal kan met de knie. Snap het, maar dit kan ik niet. Dus dat is wat Jezus heeft gedaan en die wil iedereen genezen, ook voor jou, omdat hij van je houdt en dat hij liefde wil laten zien. Ja. En niet dat het een God is ver weg, maar dichtbij. Nou, dat is bijzonder. Ja. Nou, bedankt. Goed hè? Ja. Ja. Bedankt wel. Okay.